fijn lunchen en lezen. Het restaurant van Bibliotheek Almelo is 5 maanden dicht geweest vanwege de coronamaatregelen. En sinds 11 augustus is fijn lunchen en lezen weer open. Ja. Hoe kijk je als medewerker terug op de afgelopen 5 maanden? Voor mij als medewerker was dat wel prima te doen, maar ik kijk meer naar onze cliënten en die hebben het gewoon echt heel lastig gehad. Geen werk, geen houvast, geen structuur. Ja, voor ons was het wel oké. Wij werken gewoon op een andere locatie, maar voor onze cliënten is het echt heel moeilijk geweest. Wat deed dat met jou? Ja, dat doet mij gewoon pijn. En ik vind dat gewoon niet leuk dat we zo lang dicht moeten, maar het zou wel moeten, dus we hebben niet anders. Ja. Heb je in die 5 maanden andere dingen gedaan of moeten doen? Nou, nee, ik ben meestal na 5 dagen in huis gebleven bij mijn ouders. Wat kwam er voor in de plaats? Er kwam voor in de plaats dat ik 2 dagen bij Heracles mocht werken en bij het stadionteam, ook van Avelijn. Dus op de dinsdag en de donderdag. En toen we hier weer bij Fijn open gingen op 11 augustus, is de donderdag eraf gegaan en dat ik alleen nog maar op dinsdag werk bij Heracles. Hoe hebben de bezoekers van de bibliotheek gereageerd op de heropening? Die zijn allemaal heel blij om ons weer te zien. En dan ook met name weer de cliënten. Die komen echt allemaal vertellen dat we zo blij zijn, dat ze er weer zijn. En dat ze weer een kopje koffie bij ons kunnen komen drinken. Hoe blij ben je dat het restaurant Fijn Lunchen en Lezen weer open is? Heel mooi. Ik ben super blij dat het weer open is. En ik ben hartstikke super blij dat wij hier mogen werken. En super blij dat ik alle collega's kunnen weer zien. En dat vind ik fijn. Ik vind het heel erg leuk om mijn collega's te zien. En dat ik weer werk heb. En dat ik toch wel weer iets om handen heb. Dat ik toch weer mijn dagelijkse structuur en regelmaat weer terugkrijg. Welke maatregelen hebben jullie getroffen? Kuchschermen of de spatschermen, looproutes, afstand houden. Er kunnen ook minder mensen aan het werk op het moment. Eigenlijk alle maatregelen die we hebben moeten treffen, net als alle andere horecaplekken, hebben wij ook moeten doen. Wat was het moeilijkste? Afstand houden. Wat vind je het fijnste aan het werken in het restaurant van Fijn? Nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik in de bediening mag. Dus ja, we hebben goede medewerkers, zeg maar. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Wat is er voor jou veranderd? De 1,5 meter regel die moet natuurlijk behouden blijven. En voor de rest is er vrij weinig voor mij veranderd. Ik doe mijn dagelijkse bezigheden hier. Of ik sta achter de bar, of ik sta bij het ontvangst van de gasten, of achter de koffie. Dus voor mij is er vrij weinig veranderd. Hoe zien jullie als medewerkers de eerstkomende tijd tegemoet? Ik denk dat het rustiger zal zijn, dat het rustiger is dan wat wij gewend zijn. Dat zie je niet alleen bij ons nu de afgelopen 2 weken, je ziet dat overal wel in de stad. Ik hoop dat we weer teruggaan zoals het voor ons altijd geweest is, wel op gepaste afstand. Maar dat de mensen toch allemaal fijn weer kunnen vinden.